Ik wou boksen vroeger. Mijn oom deed boksen, mijn opa heb ik boksen. Geen goede boks waren dat, maar hoe heet het? Mijn moeder wilde het niet. En mijn vader wilde geen voetbal, dus ik heb een tijd gevoetbald. Op mijn 12 ben ik taekwondo gegaan. Dat was een goed van mijn moeder. En op mijn 14 ben ik gaan kickboksen. Maar mijn moeder wist niet eens wat kickboksen was. Dus zo ben ik erin gegooid eigenlijk. Kickboksen toen ik bij Miki Benazes ben begonnen. Dat is nou Siam in Valkswaard, daar ben ik begonnen. En daar heb ik een paar jaar getraind. Toen ben ik naar Smulders gegaan, naar die Smulders, die Europese kampioen boksen. Die heeft me tot de wereldtitel gebracht tegen Oosterbaan. Toen was ik 18, 19 jaar. En daarna ben ik naar Tom Haar gegaan. Want die had toch de connecties voor het buitenland en de vechten. Toen was ik alleen invalpartij in Nederland. Dus dat, zo is het begonnen eigenlijk. Vroeger was het harder, denk ik, in principe te vechten. Nu is het allemaal punten. 3 keer 3 minuten is allemaal meer een heel punten. Maar ik denk de eerste tijd met die Frank Lopman. Ja, dat is de vorige tijd denk ik. Dat is, toen was ik 19 en zo. Dat is 21 jaar geleden. 18, 19 was het toen. Zo lang geleden, toen denk ik dat dat altijd bij blijft. Dat was gewoon een beukpartij. En met die partij heb ik gewoon 3 keer dat ik aangeslagen was hoor. Maar hij blijft toch doorvechten. Ik heb wel gewonnen. Maar zo'n partij blijft altijd bij. Maurice Smit was 8 jaar ongeslagen. Toen vocht ik in Parijs. Dat had Chris Dolman geregeld. Partij in Parijs met hem. En toen sloeg ik hem 2 keer, gauw ik hem mag tellen. Was kickboxer, was 9 rondes of zo. Hij bleef wel staan, maar in principe was elke ronde voor mij. En toen zei hij, was het geluk. Hij zei, nou maken we een comeback. Of een return gevecht. In Amsterdam. En toen, elke ronde was ook voor mij. En de 4e ronde trap ik scherm in op zijn kop. Maakte veel low kicks. Op een gegeven moment komt er een low kick en trap ik scherm in zijn nek. Dus hij echt wel een minuutje of 10 weg geweest hoor. En dat was mijn binnenkomen in Japan eigenlijk. Daarna toen liep het stroom voor me. Ik heb tegen de wereldkampioen full contact gevochten. Was ik 17, 18. Toen was ik 8 jaar ongeslagen. Zonder low kicks dat full contact was. Dat de PKA was er vroeger. Dat was Koetelaar van Zuid-Frankrijk. Hij trapte ook helemaal in elkaar. Dat is een jongetje, was zo dik, was 80 kilo. Jongens, 110 kilo. Maar ik heb zoveel gevochten al. Dus voor mij is dat wel het moment dat ik er even aan denk, weet je. Maar het doet zo lang aan mij, maar ik heb heel veel verhaal over. Ja. Ik vind het leuk, want ik hou van die kick. Maar daarom heb ik Tom Haring nou bij me. Die moet me scherp praten voor de wedstrijd. Snap je? Ik heb even die scherpte nodig. Vechten kan ik al. Ik moet even, bij mij is de coaching belangrijk. Dat ze me scherp in de ring eens praten. Dat de dingen, als ik geen motivator in mijn hoek heb, ben ik te ontspannen. Dan wordt het te makkelijk. Ik doe dat spelletje al 26 jaar. Dus dat is het gewoon. Ik heb iemand nodig die me motiveert en scherp maakt. Ja, je moet slimmer trainen, hoe ouder je wordt. Kijk, vroeger kon ik 3-4 keer per dag trainen. En nu moet ik gewoon slimmer trainen, kort en explosief. Ik kan alles wel hoor. In principe kan ik makkelijk met die jongens meedraaien. Maar ik kan geen 2 keer per dag keihard trainen, dat gaat niet meer. Maar ik kan wel 1 keer per dag keihard trainen, snap je? En ik moet mijn rust goed pakken. Dat is belangrijk, je moet slim nou omgaan met je training. Je kunt niet veel trainen. Je kunt beter kort en goed trainen als lang en slecht. Je kunt beter 2 keer of 1 keer goed trainen als 2 keer half bakken, zal ik maar zeggen. Sowieso, dat is het ding gewoon. En ik voel mijn eigen lichaam een beetje aan.
Joost is al een paar jaar gestopt. Ik ben de enige van de eerste van het begin. Op andere is ook pas 95 weggekomen. Ik vocht al in Japan denk je eind 91 en 92 voor het geld. Daar op een karate gaan. Dus dat is al zo lang gedaan. Maar ik vind het leuk. Ik hou ervan, het is mijn ding. Japan, Oost, Shirai, Shifu. En de jongen, ja, er zijn genoeg nieuwe jongens opgekomen. Kijk, Alistair, net zoals Saki, Badahari, zijn er genoeg komende jongens die komen erop, weet je. Maar die jongens moeten nog lang in de top draaien om daar te komen, denk ik. Snap je, maar er zijn genoeg talenten in Nederland. Ik ken die jongen al jarenlang. Ik heb wel 4 gemiddelden gevochten. En je krijgt een bepaalde band met sommige mensen. Snap je, een vriendschap. En nu trainen we met elkaar, nu is het helemaal, ja, ik kan het goed opschieten met die jongens. Ik ben bezig met sportschool. Ik ben in januari in Enschede. Ik ga weer sportschool beginnen. Het is niet zeker de datum, maar ik denk in januari, als de verbouwing klaar is, dat ik ga weer in de weg. En weet je, dus ik wil er langzaam in rollen. Ik ga nu niet elke dag les geven, maar 3-4 keer in de week wel. En later, want anders, ja, wil ik een constant les geven.